welkom bij een nieuwe aflevering van de Achteruitkijkspiegel op zaterdag. Met deze keer Roy Kleinwegt, mijzelf en een Ford Mustang. Ja. Een echte. Een echte. Ja, jij had een Mustang Mach-E over verschillende weken verspreid. Had jij die eigenlijk? Ja, die wilde niet helemaal naar behoren werken. Nee. En ik dacht, voor mij, jij behoeft er wel eens bij te komen met de oldschool Mustang. Dus zou ik er eentje van op. En wat voor een? Hij klinkt wel echt, ja. Echt heel goed. Dit is de Mach 1. Geen Mach-E, maar de Mach 1. En ik heb gevoelsmatig doet hem heel erg denken aan de Mustang Bos die ik ooit reed, echt in 2011 alweer of zo. Zullen we maar zeggen. Gewoon net even wat sportiever en op een manier dat we zelfs in Europa vinden van ja, dat is wel wat sportiever. Nou ja, ze zeiden op een gegeven moment bij Ford, de best verkochte sportauto van Europa is de Ford Mustang. Ja, en 15 jaar geleden als je had gezegd sportauto en daarna Mustang, dan hadden wij gezegd... Ja. Maar deze is wel... Het is wel een sportauto, hij is alleen een beetje te groot. Te groot voor Nederland, hè? Misschien een beetje te groot voor Europa, voor ons deel van Europa. Ja, je neemt hier wel een hele dijk mee in beslag. Niet alleen de weg, maar ook gewoon de hele uiterwaarde, zeg maar. En ik heb in een leuk vergelijk in de test, en ik heb in een video, zei ik ook al, van er zijn een heleboel sportwagens, die zijn toch wel groot, ook Ferrari's en Porsches, en er zijn een forse auto's, stap je in, en dan zeg je, ze krimpen om je heen. Ja. Ja, dat heeft deze dus niet. Nee, deze groeit om je heen. Ja, dat is echt zo, ja. Maar stiekem is het wel best wel een goed ding. Het is, ja, je moet alleen niet op krappe dijkweggetjes te keer gaan. Nee, maar de motor is sensationeel. Ja. Nou ja, de rest, kijk allemaal binnenkort de vergelijkende videotest, want die komt er met de F-Type. Vet verhaal sowieso, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Oké. We gaan het nu hebben over het nieuws van de week. Ja, het nieuws van de week was dat ik ineens, ik had misschien een beetje gemist dat die kwam, maar we zijn allemaal druk natuurlijk, maar eigenlijk de Peugeot C5X was er. Ja, precies, de 4008 met een 0 te weinig. Ja. Het wordt wel vol, hè, dat modellengamma. Ja. Echt heel vol. Maar ja, ik moest wel even wennen, want zo'n Citroën, kijk, het is een beetje een rare auto, die C5X, qua hoe die er, als carrosserie. We hebben het voor mij in de spiegel, ik weet niet of we in de podcast over gehad, van maar waar op de website moeten we die auto nou indelen? Is het een hatchback? Is het een SUV? Allemaal nee. Hè? Hij staat er uiteindelijk onder hatchback, geloof ik, toch? Ja. Maar voor Citroën denk je, oké, gek merk, die mag zo'n auto brengen. Ik vind het een van de betere Citroëns van de afgelopen jaren. Dus er is geen hoge lat om op heen te gaan. Maar van Peugeot denk ik, ja, Peugeot is juist een net klassiek merk. En ik vind die auto niet zo bijpassen. Voor de duidelijkheid, we hebben het over de 408. Ja. Het eerste wat mij even van het hart moet van die auto is, waarom kunnen merken niet meer gewoon normale wielen ontwerpen? Wat is dat echt? Ja, die Aeroblade-achtige dingen en zo. Ja, maar het is echt een soort Picasso-schilderij, maar dan rond en met banden eromheen. En dat zie je bij alle merken. Als je nu probeert gewoon bij een merk als BMW bijvoorbeeld een 3-serie te configureren. Er is maar één wiel wat gewoon een beetje tijdloos en klassiek is. En dat is de standaard optie. Maar die heeft 17 inch, dus dan krijg je er gelijk banden zeg maar, zo hoog omheen. Het is gewoon echt een hele kunst om tegenwoordig een normaal wiel te vinden. En kijk, op de foto's, de persfoto's van die 408, staan die wielen nog, want ze zijn niet symmetrisch. Ja. Ze hebben een hele rare vlakverdeling en op de foto staan ze nog allemaal precies hetzelfde. Maar dat gebeurt in de praktijk natuurlijk precies. Niet. En dan krijg je echt... Ja. Nou ja, er stond toevallig een Nissan Prairie, een klokje rond klassiek. Die had ook van die gekke psychedelische wieldoppen erop. Daar doet het me echt aan denken. Maar ontwerp eens even een normaal wiel, jongens. Kom op. Ja, ik denk dat een beetje toch op het hele idee zit van de BMW iX en allemaal meer dingen van wij zeggen dat. Misschien worden we oud, denk ik dan. Want kijk, designers doen het niet voor hunzelf. Er zal wel iets van doelgroeponderzoek zijn of zo. Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met CO2-uitstoot. Dat al die wielen moeten aerodynamisch zijn. Dus je moet zo groot mogelijk dichte vlak hebben. Okay, ja, nou, dat vind ik wel logisch verklaring. En dan moet je toch een beetje design in hebben. Dat is de enige reden die ik me kan bedenken. Want ik kan me echt niet voorstellen dat mensen dit oprecht mooi vinden. We zouden eens kunnen kijken, het zijn ook merken die het gewoon nog niet doen, zullen we maar zeggen. Normale wielen, ik weet nog dat ik de GR Yaris deed en die heeft gewoon normale spaakwielen. En ik dacht, goh, normale spaakwielen. Ja. Dat is echt even los van de rest van de auto. Overigens vind ik de 408 als model, ik vind het wel een geile ding. De carrosserie bedoel je dan? Ja. Ja, gewoon puur even design. Want laten we eerlijk zijn, voor de rest hoef je die auto niet te kopen, want alle aandrijflijnen kennen we. Ja. De wielbasis is C5X, het onderstel is 308. Dus er zit eigenlijk niets in die auto wat we niet al in andere producten van Stellantis kennen. Hij is veel ruimer dan 308, dus ik bedoel, als jij 308 wil met meer ruimte, toch? Dan koop je een 308 SW. Ja, als je iets met... Nou zou die... ik denk die meer ruimte heeft dan 308 SW. Dat is wel groter. Dat is een lel. Die hebben tegen Skoda Superb gezet, weet je wel. Het is een lel van de auto. Ja, maar die is langer. Die heeft wel dezelfde wielbaas, maar die is echt een stukje langer. Ja. Maar ik ben benieuwd. Het wordt vol in het gamma. Het voegt wat mij betreft niet echt iets toe wat er niet al is.
al geef ik daar wel van toe misschien dat ik gewoon oud word. Ja. Ik hoef echt niet terug naar de tijd dat je alleen nog een 3, een 5 en een 7 serie had. Maar inmiddels is het aantal modellen bij veel fabrikanten toch wel erg fors. Ja, we gaan langzaam over naar alleen maar hoge instap. En ik denk dit een soort voorbode van ze kunnen 308 nog niet schrappen, want die verkoopt goed. Maar er moet toch iets bij met hoge instap om te concurreren met alle andere crossovers. En dan krijg je dit. Ja, maar daar heb je toch de 3008 dan al voor? Ja, die is dan... ja, maar ook daar weer. Ik denk dat die krapper is dan die 408. Oké. Okay. En ik kan lekker maar daar heb je toch de 5008 dan? Ja, maar dat is dan weer te veel SUV, weet je wel. Ja, okay. Nee, maar ik denk dat die doelgroep er wel is nu. Ja, maar ik vind ook, ik moest even wennen hoor, lastige auto. Ik vind een puurkant zijn wel mooier dan de C5X, omdat die wel heel veel tierenlantijnen heeft. Alleen van Citroën verwacht je dat wat meer. Ja, grappig genoeg vind ik de C5X vind ik ook best een mooi ding om te zien. Het ja. is echt een echte Citroën. Ja, in het echt is hij ook wel fors, weet je wel. Dus komt hij wel aardig over. Ja. Hoepel, hoepel. Ja, hij ligt wel goed in. Hij ligt wel goed, ja. Maar je moet er wel een beetje ver voor insturen. Het is niet de ideale weg dit voor een auto als dit. Nee. En ik weet dat jij makkelijk wagenziek wordt, dus ik hou me nog in. Niet te hard remmen en rechtuit gaan. Ik ben een slechte passagier, dat klopt. Het is geen vervelende eigenschap om te hebben in dit vak trouwens. Nee, het is een goede reden om tegen een collega-journalist die wel erg enthousiast tekeer gaat te zeggen... mag wel een tandje minder wat mij betreft. Oh, dit loopt dood. Ja. Oh, ga ik even achteruit. Gaan we terug. Op ander nieuws, en dan eigenlijk meer een terugblik op de Mac-E in plaats van deze Mac-1. Er was wat paniek in het nieuws over laadpalen. Namelijk dat voor de toekomst toch het laadnetwerk het niet allemaal aanschijnt te gaan kunnen als heel Nederland elektrisch moet gaan rijden. Nou. Dat je denkt, goh... Nee, daar echt? Meen je er nou? Daar heb ik wel zeggen wij, maar het ook vooral jij een jaar of 5 geleden toch al wat over horen zeggen. Hè? Ik geloof dat ik mezelf wel eens wil roepen, als iedereen elektrisch gaat rijden, dan verdriedubbelt het energieverbruik van een huishouden. Ja. En 20% erbij is niet zo erg, maar 300% is wel een beetje veel. En dat blijkt nu zo te zijn. Nou, ja. Ik heb een keer gelijk. Ja. Ik bel gelijk mevrouw als we klaar zijn te vertellen. Maar los daarvan, het is wel een probleem. Want toevallig kregen we van de week het boekje van de rijvereniging binnen met de kerncijfers automobiliteit. En vorig jaar is het percentage elektrische auto's iets gedaald in de nieuwe verkoop. Het is nu 19,1, okay. Zeg ik even uit mijn hoofd. En daarvoor was het 20,8 geloof ik. Oké. Okay. Maar nog steeds, het is maar een vijfde van de nieuwe verkoop is elektrisch. Ja. En als we nu al problemen hebben met het bijhouden qua laadinfrastructuur, dan wordt nog wel wat als het zo meteen 80% is. Ja. En dat is wel de ambitie als ik me... Nee, klopt. En dat, ja, kijk, niet de schuld van de auto-industrie, zou ik maar zeggen. Daar moet echt de rest van de wereld, zou je kunnen zeggen, wat aan doen. Hè? De politiek, de energiesector, noem het maar op. Ja, en anders ineens zal Toyota toch zeggen, wij hebben nog een auto op waterstof, weet je wel. Nee, maar dat is dus wel zo. Als je benzineauto's zou gaan verbieden per 2035, dan haal je het dus vooralsnog niet met alleen elektrisch, want ontploft, dan smelten de kabels. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik zie dat nog steeds niet helemaal gebeuren. Ik denk dat er terecht of onterecht toch een rol komt voor synthetische brandstof. Ja. Want ik zie dat gewoon, in Nederland zie ik het misschien nog wel gebeuren. Maar... Dat is een Europese wet, hè? Die zullen we doen in 2035, ja. Ja, maar ik zie dat in een land als, nou, pak hem eens beet, Polen of zo. Zie ik dat gewoon niet gebeuren in 10 jaar tijd. Echt niet. De hele zuidelijke helft van Italië dacht ik ook van, nou... Is ook nog wat? Ja. Nee, zie ik toch geloof ik niet helemaal gebeuren. Maar buiten het nieuws dat er zeg maar een stroomoverschot is, of een capaciteitstekort, dat is maar net hoe je het wil zien, hebben ze ook een oplossing in gedachten? Nee, ja, de netwerk zegt gewoon zo snel mogelijk het netwerk verbreden. En dingen als snel laden en zo. Of niet snel laden, hoe noem je dat? Slim laden. Ja. Dus s'nachts, als er minder dingen met timers, kan je ook alle dingen doen in met je app, gaat het goed. Maar de experts van de netbeheerders die ik heb horen spreken hierover, die zeggen ja, dat is echt meer een soort doekje voor het bloeden. Dan dat het echt een verschil gaat maken. En er is maar één mogelijkheid. En dat is dat de sodemieter alle netwerken enorm gaan versterken en vernieuwen en verbreden. Okay. En het geld daarvoor gaan we halen uit? Ja, kijk, dat geldt ook voor alle... Kijk, hier zit het wel een eenmalige uitgave. Hè? Dus dat beurt de overheid wel ergens weg, mag je hopen. Okay. Maar, volgens mij heeft de overheid op dit moment nog wel wat andere uitdagingen. Ja, er zijn er wel meer. Box 3 en zo. Ja, defensie. Iets met stikstof ook. Iets met stikstof. Ja. Dus, maar je moet ook maar aanleggen dat er wel geld zijn. Maar dan gooi je maar eens heel Amsterdam open om even weer alle leidingen en zo. Ja, en dan ben je weer 2 maanden klaar. Om het aan te leggen, want dat schijnt ook nog wel een tekortje aan te zijn, ja. Geloof ik. Maar goed, nog ander auto nieuws wat jou betreft moeten behandelen? Iets met een M, iets met een 3 en iets met een Touring? Ja, nou ja, het is natuurlijk heel verbaasd dat ze er zo lang over gedaan hebben voordat die kwam. En mij dus niet. Ik vind, om dezelfde reden dat het mij niet verbaast dat nooit de M7 is gekomen. Het is helemaal niet waar BMW M geschiet,
wiskundig gezien vandaan komt. Ja, sinds het komst van de X5 en X6M gaat dat nee, met dat, die dat ben ik helemaal met je eens. Alleen die waren er niet toen de M3 werd uitgevonden. Dus dat was minder, tegendraads, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Kijk, ze hebben ooit gezegd, de M3, dat is motorsport. Dat moet de meest sportieve versie van zijn. En dan is de cabrio was al dat je dacht, Nou ja, daarom. Ik denk dat je die touring sportiever kan maken dan de cabrio. Dat weet ik wel zeker. Ja, natuurlijk. Ah, ja. Maar wel vet. Een station wagon met 510 pk. Ik weet niet, jij hebt de nieuwe M3 gereden, of eigenlijk de M4, hè? Alle twee heb ik gereden, ja. Ik werk wel, want het is een heftig apparaat. Ook wel lekker een beetje link, dat past ook wel. Het is echt wel een auto. Ik reed op een, s'ochtends vroeg, ergens in de winter of zo, op een koud nat Zandvoort. Daar heb ik wel wat vloekwoorden gedaan, toen het ding dwars op de ESP heen weer eens weggeleed met 270 reed. En zo even dat je denkt, holy man, wat een auto is dit. Maar hij heeft zoveel koppel en vermogen dat het past wel een stationwagen, want het echte pure van wat voorheen M3 was, moet je toch naar M2 tegenwoordig. Ja. Dus. Ja, en zelfs die al niet meer op de manier zoals een E46 het bijvoorbeeld had, natuurlijk. Dus wat dat betreft, dus het kan wel, weet je. Het past bij die motor, heeft ook wielaandrijving, ja. Dat kan prima. Nou, ik ben heel benieuwd. Als daar en de C63 komt toch ook, weet je, dat werkt ook prima, die laatste. Ja, maar die had altijd het voorrecht van een hele grote V8. En dat past wel bij een station wagon. En zo'n heel hoogtoerig zescilinderblok, wat echt een beetje motorsport geïnspireerd is, past gevoelsmatig, wat mij betreft in ieder geval, minder bij een station wagon. Ja, dat is het al niet, hè? Meer zo... Nee, zeker, ja. Zeker. Dus dit is ook wel het moment. Maar dat is wat mij betreft ook wel de verklaring waarom heeft het zo lang moeten duren. Ik vind het wel heel jammer, denk ik, als dit ooit verdwijnt. Toch wel. Het is een handbak. En in de tweede versnelling halen we, je hebt net gered. 127. 127 is 2. Dus. Nou, en met die boodschap denk ik dat wij er maar zijn einde moesten breien. Dan kunnen de editors het ook nog een beetje in elkaar zetten. Kort, want je gaat zo gewoon weer lekker verder in de podcast. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, voor dit kort gesprek, luister lekker naar Autoweek, de Uitlaat-podcast te vinden op alle podcastplayers. En dan gaan we ook daar gewoon nog lekker even door. Goed weekend. Fijn weekend.